Toen in één keer uit het niks kwam er een gigantische muur van vlees met ogen en weet ik het allemaal nogal meer. Dus ik probeerde nog weg te rennen en... Oh. Jullie zijn een beetje vroeg, jongens. Ik ben heel even nog met Steve aan het praten. Ik ben zo bij jullie. Nou, en toen kwam dus dat beest kwam op me af met van een hele grote ogen. En ik probeerde dus nog weg te rennen, maar er was helemaal nog geen brug gemaakt. En op het moment dat er nog geen brug was weggeraakt, dus ik rennen. Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play Terraria 1.3.3.3. Ik ben er weer, Zelda Play 20, Stevie, terug met een nieuwe aflevering. In de vorige aflevering is Steve teruggekomen en daarbij zijn we heel blij konijntje omdat Steve terug is gekomen en daar zijn we zeker heel erg blij om. In deze aflevering is het eindelijk tijd om de vleugels te gaan maken waardoor dat we kunnen vliegen. Is het eindelijk tijd om ervoor te zorgen dat... We weten wat er eigenlijk in onze wereld spant. We hebben de oors nog niet gebroken, waardoor dat er nog geen mechanical bonzen zijn gespand. Sorry daarvoor. Dus dat zijn eventjes belangrijke dingen die we nog eventjes moeten doen. En... Juist. Dus dat zijn zeker eventjes de dingen die ik op het moment wil doen. Nou, ondertussen wil ik ook jullie heel eventjes iets uitleggen. Waarom is er op dit moment nog steeds geen Zelda gekomen? Nou, The Legend of Zelda, hartstikke leuk... Ik moet daar nou ook de thumbnail zelf voor gaan maken. Dat heb ik voorgesteld. Mijn thumbnail designer, Nick, die moet wat meer nou met studie en werk doen. Dus die had minder tijd voor thumbnails. En daarvoor neem ik dat weer in eigen handen. Dus ik wil Nick echt enorm bedanken voor alle mooie thumbnails die hij zover heeft gemaakt. Dus ik ben al een beetje zelf begonnen met thumbnails te maken. Nou met Terraria dan. Oké, die zijn niet zo spectaculair. Maar bijvoorbeeld de thumbnails van... wat wou ik hier eigenlijk ook alweer doen? Oh ja. Het is moeilijk om praten en verhalen te vertellen en te spelen tegelijkertijd. Ik wou speciale ammo bij me hebben. Ik wil namelijk deze ammo bij me hebben. De Jester Arrows. Die zijn heel erg handig tegen Wyverns. Dus dat gaan we als eerste eventjes doen. Dan gaan we naar boventjes toe. Maar House of Jumpscares. Die thumbnails die had ik al zelf gemaakt. En hij had dan al die mooie thumbnails gemaakt van... Legend of Zelda die had hij gemaakt. WarioWare heeft die gemaakt. Hij heeft heel veel thumbnails heeft hij dus gemaakt. En echt na 2 jaar of zo dat hij thumbnails heeft gemaakt. Of een jaar thumbnails. Ik weet niet precies hoe lang, Nick. Sorry daarvoor. Ik ben heel slecht in tijden. Maar toch heel erg bedankt dat hij al die thumbnails wil gaan maken. Dus ik moet zelf aan de thumbnails gaan beginnen. Is niet zo'n enorme ramp. Vind ik niet zo erg. Maar dat vind ik dus hartstikke leuk. Nou, de tweede reden waarom dat ik nog niet aan de thumbnails ben begonnen. Of dat ik nog niet aan de opnames ben begonnen voor The Legend of Zelda. Is tot en met 10 november hebben wij de fun dat er... Hoe heet dat? Tot de Halloween special nog doorloopt in Terraria. En er zijn dan nog wat goodie packs. En dat loopt maar door tot en met 10 november. Plus, ik moet natuurlijk ook nog rekening houden met mijn eigen werk. En daardoor heb ik minder tijd voor opnames. Dus ja, dan hou ik me even nu flink bezig met Terraria. Dus dan is dat uitgelegd in ieder geval. Goed, Wyverns. Kunnen jullie heel eventjes gaan spannen? Want dan kunnen we vleugeltjes gaan krijgen. Dus Vaporeon, help heel eventjes mee met een extra regenbuitje. Dankjewel. Ik weet niet of jullie het al gezien hadden, maar Vaporeon die is er stiekem ook ondertussen bijgekomen. Maar op het moment dat ik aan het editen was, heb ik hem eigenlijk al een beetje ingegooid omdat we dat wapen hadden gekregen. Want ik was helemaal vergeten om de audiocommentaar, want dat was het idee dat het een raindance was van Vaporeon. Dus Vaporeon hebben we ook bij me. Eevee, wat vind jij? Ben ik het helemaal mee eens. Wyver, wil je even spawnen? Misschien dat we eventjes wat verder moeten gaan lopen ofzo. Ik bedoel, nou mag je spawnen. Ik bedoel, het regent. Laat me komen. Misschien moet ik eventjes Mumee's lokroep doen. Hoe ging die ook alweer? Wacht even, we hebben even last van harpies. Oh, de harpies. Ik hou niet van harpies. Volgens mij was dat zo van... Kom! Ik ken dat niet zo goed als hij dat kan. Hij kan dat geniaal gewoon doen. Maar goed, dan heb ik ook nog een ander iets. Terraria, als het dus af gaat komen, dan krijg ik al heel veel van... Oh, ga Mario spelen, ga dit spelen, ga dat spelen, ga zus spelen. Dat komt nogal een beetje... commanderend over, moet ik zeggen. Of er zijn leuke reacties van... wil je alsjeblieft misschien dit kunnen spelen? Die vind ik leuk, maar de meeste die zijn echt van... jij moet dit spelen. Of speel dit, speel dat, speel zus. Nou, sowieso, ik ben geen hond. Ja, dus daar gaan we niet aan beginnen. Dus ik lees die comments best wel vaak... en dan heb ik zoiets van... jongens, why? Spant er geen Wyver? Heel erg simpel. Maar ik krijg die comments best wel vaak... en dat vind ik best wel jammer eigenlijk. Ik bedoel... ik doe het ook voor de entertaining, voor de fun. Ik moet het allemaal in mijn vrije tijd doen. Dus het moet natuurlijk wel leuk zijn. En ik krijg ook heel erg vaak van... ja, doe nog eens een keer... of doe Mario Galaxy. Maar heel veel vergeten dat ik Mario Galaxy al gedaan heb. Dus 1 en 2. Dus ook al heet hij Luigi Mansion... of Luigi's Mansion. Luigi's Galaxy. Het is exact hetzelfde spel. Dus... ja, er zijn harpies. No enemy, no rare creature. Volgens mij is een Wyver ook een rare creature.
Dus, want ik heb dus een idee voor de volgende serie, omdat er is ook heel veel naar gevraagd. Maar dat is weer een beetje stil geworden, omdat ja, mensen die hebben een beetje door van ja, als ik het veel blijf vragen, dan komt het dus niet. En ik ben dus, ik weet niet voor de mensen die op Facebook hebben gekeken, op dezelfde Play 20 Facebook, link staat er in de beschrijving van, haha, zelfpromotie, maar goed, heb ik dus al een fotootje geplaatst wat ik dus als nieuwe serie zou gaan willen hebben. Dan ga ik dus in deze video expres niet vertellen wat die serie gaat worden. Reacties die het gaat spoilen, die zullen ook verwijderd gaan worden. Want ik krijg heel erg vaak van, jongens, waarom ben ik hier niet van op de hoogte? Waarom dit? Omdat de updates allemaal via mijn Facebook volgen. Dus ik wil toch een beetje meer van jullie toch een beetje bij Facebook gaan betrekken. Heb je nou geen Facebook-account? Laat het heel eventjes weten. En dan stuur ik jou wel heel eventjes een PM via YouTube, niet via Google+. Dus zorg er wel voor dat ik jou een bericht kan sturen. Dus kijk heel eventjes op je eigen kanaal of dat mogelijk is. En dan zal ik jullie natuurlijk wel een berichtje sturen van, nou, dit is het idee. Laat weten wat je vindt. Dus heel erg simpel. Maar goed, link staat dus in de beschrijving van mijn Facebook. Daar zie je de post staan. Wat dus het idee is voor de volgende serie. Zo is hij ook getiteld. Dus ja, ondertussen zit ik al 6 minuten te leuteren en krijgen we helemaal geen progress. Wither, spaal nou eens. Oké, vooruit. Ik knip wel één keertje. Ik heb zo'n idee dat die gekke dingen pas spawnen op het moment dat we van die stenen kapot hebben gemaakt. Zou best eens kunnen. Aangezien dat we dat nog niet gedaan hebben. Laten we eens eventjes een paar van die stenen kapot mappen. Weten we ook gelijk wat voor stuff dat we in onze wereld hebben. Dus laten we maar eventjes naar de corruptie eerst gaan. We hadden een corruptie daar. We hebben een corruptie veel te ver die kant op. Dus we gaan gewoon naar de simpele corruptie. Corruptie, dus ik neem gewoon Jolteon heel even mee. Dus, maar goed, waar ik ook heel erg nieuwsgierig naar ben geweest. Hebben jullie een leuke Halloween gehad? Ik was dus bezig met die test van of het leuk zou gaan lopen. En, nou hoop ik trouwens niet dat we een goblin tegenkomen, want dan heb ik een heel groot probleem. Maar goed, wat ik dus wil weten, ja, hebben jullie ook een hele leuke Halloween gehad? Toen ik dus met die test bezig was wat mogelijk een volgende Let's Play gaat worden. Toen zijn er ook daadwerkelijk op Halloween mensen aan de deur geweest. Op een maandag, trick or treat. Nou ja, mensen gewoon echt kinderen verkleed, ouders die stonden daarachter van, oh jee. Ondertussen word ik hier Mario genoemd in mijn buurt, ik weet ook niet waarom. Zal wel iets met mijn snor te maken hebben of zo, weet ik veel. Nee, ze zien me vaak naar evenementen gaan in outfit. Dus ze zijn er wel een beetje bekend mee. Maar ja, hartstikke leuk dat er dus toch inderdaad Halloween gevierd wordt hier in Nederland. Oké, als er dan dezelfde kinderen over 2 weken in 1 keer aankomen met 3 koningen. Dan heb ik op Sint Maarten. Dan denk ik ook bij mijn eigen van, ja, het is het een of het andere, jongens. Maar leuk dat ze dat zeker eens doen. Even kijken, welke was het dan? Was het de tweede? Ja, het was de tweede. Dus deze mag eventjes uitgeschakeld worden. En nou denken jullie bij je eigen, maar Stevie, joh, je bent iets vergeten. Je hebt je hamer niet bij je. Jawel, die heb ik bij me hier in de piggybank, jongens. Dus maak je daar nou eens niet zo zorgen over. Ik heb hier de hamer bij me, helemaal geen enkel probleem. Waarom heb ik hier een paddenstoel? Ik heb die paddenstoel helemaal niet nodig. Nou, mocht je dus nou dezelfde truc doen als die ik heb gedaan. Veel vissen, waardoor dat je al de oors kan krijgen. Dan hoef je dit niet te doen. Dit scheelt een heleboel namelijk. Want dit zorgt namelijk voor een extra veiligheid. Omdat elk demon altaar die je kapot maakt, zorgt ervoor dat ergens een blokje corruptie ook nog eens een keertje bijspant. Dus niet bij de oor, maar tot er dus ook een blokje corruptie. Dit heb ik van Mimee trouwens geleerd. Dus, en als je er eentje hebt gebroken, dan krijg je de kans op dat er dus willekeurige bossers gaan spannen. De mechanical bossers die wij nog moeten gaan verslaan. Dus hou er wel een beetje rekening mee. Nou, we gaan gewoon heel eventjes kijken. Ik ga gewoon deze hele rits doen. Want ik wil het wel natuurlijk een beetje spannend houden. En hi slime. Ga jij eens even neer. Dank je. Goed, dus we gaan gewoon alles even breken. En wij hebben Palladium, Mithril en Adamantite. Oh, daar ben ik heel erg blij mee. Want Adamantite hebben wij nog de meeste bars van. Dus daar ben ik zeker blij mee. Op het moment als je ze dus neerhaalt. Jolteon, ik moet heel eventjes mijn vleugels gebruiken nu. Ja, ik heb nog geen vleugels. Als je ze dus neerhaalt, dan krijg je heel erg veel rats. Die komen heel erg vervelend doen. En ja, hoe meer dat je er neer. Oh jee, ik ben omsingeld. Hoe meer dat je er dus neerhaalt, hoe meer van die beesten dat er tegelijkertijd komen. Nou, gelukkig doen we het een beetje op een rustige face. En volgens mij hoeven we niet echt veel palladium nog te gaan halen voor de armor die ik wil gaan maken. Maar ik heb wel zoiets van, laten we zoveel mogelijk demon altars neerhalen. En dus zoveel mogelijk chunks halen. En ja, tot er dan veel corruptie gaat komen en alles. Ja, kom, laten we een rat vangen met een vissinghaak. Waarom ook niet? Ik moet nog steeds de weather radio vinden. Goodie bags, daar doen we het voor. Ik ben heel erg blij met goodie bags. Auw. Ik ben niet blij als ik geraakt word.
Nou ja, we moeten ook nog allemaal die items halen, zoals de klok die hadden we al, dus ik heb ook nog niet eens gekeken waar dat precies de Hallow zit, dus de Hallow biome. En dat is wel grappig eigenlijk, want Halloween is eigenlijk al voorbij en dan wil je toch naar de Hallow. ik zal één Demon Altar eventjes trouwens laten voor de zekerheid. Wacht eventjes, zat er geen Demon Altar vlakbij mijn huis, bij die boom? Zie je een Demon Altar ergens? Nee? Volgens mij zit er ergens een Demon Altar. Nou, dan laten we die gewoon leven. Hoi! Ik zat heel eventjes te kijken, ja. Ik zat heel eventjes te kijken of we rustig even een Demon Altar daar kon pakken. Of, tot we deze kon... Maar dan laat ik deze wel heel staan. En, oh ja, ik heb de Slowness nog op het moment dat ik in het water sta. Nou, dan laten we die gewoon leven. Deze breek me kapot. En ik weet het. Dan komen er heel erg veel chunks van de darkness. Maar ja, daar hebben we later wel nog iets voor. Plus de bazen die kunnen spannen. Dat is gewoon leuk. Oké. Nou heb ik nog een beetje zitten te denken over hoe dat we dus de summon op kunnen gaan graden. En hoe dat we dat dan ook inderdaad kunnen relateren met een evolutie. Dus nee, don't worry Flareon. Je wordt niet vervangen, want jij komt gewoon nog terug. Dus we gaan dat gewoon heel erg leuk maken. Ah, oh, weet je wat? We gaan gewoon even een heel leger op ons afgooien. Flareon, doe je ding. Sixen, allemaal. Verveel ze allemaal. Oh, en ik zie dat de volle moon is. En het wordt dadelijk nacht, dus dan kunnen we weer op weerwolvenjacht. Oké, het is nou druk. Yeah! Oh, kijk hier, weer zo'n fast clock. Wat leuk. Dat prevents slowness. Ik denk niet dat het frost tegengaat, maar wel de slowness. Dus, maar ja, volgens mij zit het weer al uit die biome. Dus daar hoef ik nou geen zorgen over te maken. Goed, nou, in ieder geval, we hebben dus nou tot er overal van die oors is gespand. Ik weet niet hoeveel paladinen we nodig hebben voor de frost armor. Waar ik zeker voor wil gaan. Plus, er is ook nog eens een keertje de andere hidden armor. Die ik ook eigenlijk jullie zeker wil laten zien. Dus dat is gewoon eventjes een kwestie van eventjes een kijkje nemen. Goed, als het dus avond wordt, dan gaan we heel eventjes weer wolven farmen. Maar op dit moment wil ik dus nu zo snel mogelijk naar boven toe. Om te kijken of we nou een wither tegen kunnen gaan komen. Waardoor dat we dus leuke vleugeltjes kunnen maken. Dus, nou, ik heb net al die ellende een beetje gehad. Wij zijn de outfitkist hier. Want daar doen we nog gewoon heel eventjes dit bij. En zal ik een outfit dragen? Nee, want ik moet nog eerst eventjes de fishing quest doen. Dus daarom wil ik trouwens toch nog heel eventjes de visstuff bij me houden. Dus eerst even de visquest. Daarna zien we wel verder. En ja, de comments die komen ook nog dadelijk. Ik heb die ook alweer klaar liggen. Hartstikke leuk. Mimé, waar ben je? Daar kom ik net vandaan! Zit daar überhaupt trouwens wel water? Kunnen we daar überhaupt wel vissen? Nou ja, niet echt veel water. Nou ja, misschien dat water tot er genoeg is. Ik ga ervan uit dat dat water genoeg is. Oké, nou dan gaan we gewoon heel even snel die kant op. Oké, de Eater of Plankton, we hebben hem. Plus er is dus een Blood Moon nu gaande. Dus dat is nou helemaal mooi met de volle maan. Want met de volle maan dan krijgen we ook nog eens een keertje de kans dat er ik weet niet hoeveel van die weerwolven gaan spannen. En dat is wel ideaal om nou aan te gaan vieren bij onze... hoi. Bij onze Battle Arena. Dus als jullie nou... Oh, wacht heel eventjes. Laat ik heel eventjes er nou voor zorgen dat ik dit niet vergeet. Ja, dat kan wel zo. Vaporeon, help ons eventjes mee. Het is natuurlijk wel een beetje de bedoeling dat we hier nog uit kunnen komen. Wauw, het is druk hier. Serieus, screw de Battle Arena. Maar ja, aan de andere kant, we moeten nog een vis terugbrengen. Ai! Kom maar jongens. En dan kan ik nog een gentleman zijn ook. Oké, we moeten eventjes de andere kant op. Dan maar eventjes damage nemen. Ah! Oké, Mumé, ik kom zo snel mogelijk naar jou toe. Trap aan, hij aan. Oké, we moeten Mumé eventjes beschermen. Quest. Oh boy. Ik ben bang dat dit niet goed af gaat lopen voor Mumé als ik daar zou blijven staan. Oké, nou, laten we gewoon zo snel mogelijk hier gaan komen.
En dan denk ik dat het nou wel goed gaat komen. Laten we maar komen. Ik denk dat we hier goed staan. We hoeven ons alleen maar zorgen te maken eigenlijk nou over de vliegende vijanden. Dat is alles. En niet te vergeten, ik wil eigenlijk ook nog een wiver. Maar ja, dat... Oh, hallo. Ik ga jou eens eventjes op jou geschieten. Vraag mij af hoeveel goodiebags dat we eigenlijk nou gaan krijgen hiervan. Het zou wel leuk zijn als we heel veel goodiebags gaan krijgen. En ik weet het, er moeten nog wat meer traps gaan komen, maar dat komt ook wel van eigens. Ah, ik heb wel een ballerina als dat goed werkt. Oké, ik heb een blauwe kaarsje er nou niet staan, maar lekker belangrijk, who cares. Nou, dit gaat nog wel heel eventjes zo door, dus ja, ik knip heel eventjes naar voren toe, want dit is praktisch. Ik blijf hier staan en ja, dus gewoon een oneindige battle, zo kun je het ondertussen wel noemen. Dus ik zie jullie in een seconde als er iets spannend valt of zo. Yay, de bandage! Nee, die kom ik heel eventjes ophalen. Lijkt wel alsof we weer Super Meat Boy aan het spelen zijn, maar die bandage is heel belangrijk. Oké, dat was de Blood Moon. Daar hebben we best wel het een en ander van te pakken gekregen. Daar heb ik voor jullie trouwens een trucje meegekregen. En dat ik daar zelf niet aan heb gedacht is. Als we de Lava Charm meenemen, dat we dus alles veilig daar kunnen pakken. En ik heb weer... Hey, kijk, nou, er is weer een Lucky Moon Charm. En eventjes kijken, want... Onze inventory die zit weer behoorlijk vol. Ja. De bandages, die moeten we toch sowieso nog hebben. Even kijken, waar zijn de accessoires hier? Fast Clock, die mag verkocht worden... Helemaal vergeten dat ik die ook nog op kon maken. Even kijken. Deze die mag verkocht worden. Want daar hebben we er ook al eentje van. Een bandage die mag ook erbij komen. Dus deze drie die hebben we alle drie al. En die mogen dus alle drie verkocht worden. Want daar zie ik ze. Daar zie ik deze. Dus ja. Shackles daar hebben we er ook weer veel te veel van. Die mag verkocht worden. Deze die mag verkocht worden. Zo'n banner die mag verkocht worden. En kijk de lava charm. We hebben hem verdorie gewoon. Ik ben dus de hele tijd vergeten dat we die gewoon hebben. Oké, laten we heel eventjes kijken. Dan zie je dus dat mooi opvult. Want ja, de fishing line die hebben we nou op dit moment niet nodig. Deze drie, even kijken. Ken ik dan eventjes. Ja, dan moet ik dit ook eventjes op favorite zetten. Die mag ook verkocht worden. Eventjes een quick stack. Ik heb geen defense potion. Hé? Hoezo heb ik geen defense potion? Heb ik die niet meer? Of heb ik die allemaal hierin gezet? Ja, die heb ik allemaal hierin gezet. Slim ik! Ha! Och, wat ben ik toch slim bezig. Hey Steve, hoe gaat het mee? Alles overleefd? Goed zo. Oké, eens even kijken. Dus we willen... Moet ik dat nou ook maar handmatig doen? Dat maakt mij niet uit. Geen mijn spel. Be that way. Mij maakt niet uit. Yo-yo's, ik ben er niet zo'n fan van. Ik had dan vragen gekregen van... Ja, waarom gebruik je de yo-yo's niet? Ik ben er gewoon geen fan van. Ik vind de yo-yo's... Ja, je kunt er wel een leuke combo mee maken, maar... Och. Hallo, ik ben chic. Ik ben nou chic met mijn hoge hoed. Niet chic van de Legend of Zelda, maar gewoon chic omdat ik een hoge hoek heb. Gewoon het woord chic. Je weet wel, chic. Gewoon dat je je netjes kleedt, want je bent chic. Dat bedoelde ik. Zitten jullie meer gedachten? Oh. Oké, nou, we kunnen hier ook eventjes alles oppakken. Kijk, we hebben nou 7 seconden van immunity. Oké, dan moet ik niet op mijn eigen trap heen gaan lopen. 21 gold al gewoon daar naar beneden lag. Ik hou van mijn trap. En Mechanical Skull hebben we zelfs. Wat leuk. Oh, de mechanic die was neer. Ach, arme mechanic. Wat deed je dan ook beneden? Ik ben niet slim. Nou heet je Terra. Oké, we moeten... Nou, dat komt er helemaal goed uit. We moeten toevallig naar de Sky Lakes. Dus dan kijk ik naar de Sky Lakes toe. En hopelijk tot daar dan die weer verspant. Zodat wij onze vleugeltjes kunnen maken. Dus ik zie jullie bij de Sky Lake. En trouwens, ja, al die stuff die we hebben gepakt, dat heb ik net laten zien trouwens. Dus ik zie jullie bij de Sky Lake. Wacht even, dus waarom heb ik nog niet... ik zie jullie bij de Sky Lake. Hi. How are you doing, meneer Wiver? Beest. Oh, dit is zo leuk met deze arrows. Komt u maar. Chester arrows, zo lekker piercing. Waar ben je? Kom hier. Oh. Ah, ik ging bijna dood zelfs. Dat is niet de bedoeling. Kom hier. Oké. We hebben Soul of Flight.
We hebben er 20 voor nodig. En ik zit low on health. Dat ging niet heel zoveel. Oh boy. Oké, laten we kijken of we dit kunnen overleven. Ik vind dat we dit kunnen overleven. Challenge. Maar Eevee, ik hou van uitdagingen. Waar hebben we eigenlijk nou de... Heb ik hem al opgepakt? Ja, ik heb hem al opgepakt. Oké, Eevee, dat was een hele leuke uitdaging. Zullen we maar gewoon naar huis gaan nou? Zullen we gewoon naar huis gaan? Mooi. Want we hebben genoeg Souls of Light. En Souls of Light, daar ging het juist om. Dat was eventjes gevaarlijk. Heb jij ondertussen al 10 gold voor ons? Want ik ben helemaal vergeten om gold te stacken. Dus het is maar helemaal... Ja, je hebt ondertussen 10 gold voor ons. Laat ik eens eventjes mijn gold gaan stacken. Daar hebben we die andere piggy bank. Leuk. Oké, quickstack. En geloof me, die platinum coins die gaan we dadelijk hard nodig hebben, hoor. Dus vergist hoe je niet. Het nadeel is wel, we moeten afscheid gaan nemen van onze ballon. Ah, mijn ballonnetje is zo leuk. Ja, jammer dan. We hebben... Daar ben ik het niet mee eens. Dus, even kijken, waar hadden wij nou ook alweer die spullen? Volgens mij heb ik die in de hard mode stuff gegooid. Hard mode ore. Oh ja, wat hadden wij nou? Wij hadden Orgicalicum, die hadden wij niet. We hadden Mithril. Dus dit gaat eventjes daarbij. Mithril bars, die hadden we. Wij hadden Palladium bars, die hadden we. En Adamite hadden we. En deze die komt dan hier te liggen. Dit is Adamite ore. Goed zo. Want dit zijn de ores die we dus niet zouden kunnen vinden meer. Cobalt ore die zouden we ook niet kunnen vinden. Dus Titanium ore die zouden we niet kunnen vinden. En Palladium ore weer wel. Dus dit zijn de ores die we kunnen vinden. Dit zijn de ores die we alleen maar via kistjes kunnen krijgen. Waar we dus op dit moment helemaal geen ene bal aan hebben. Even kijken. Want waar heb ik nou... Hier heb ik dat. Waarom heet het nog niet hard mode ore? Of hard mode stuff? Of heb ik die al ergens stiekem? Nee. Oh. Hard mode stuffs. Oké. Even opslaan. Hard mode stuffs. Wij willen hebben de ice feather. En wacht eventjes. Volgens mij had ik toch al ergens... Oh, we hebben ook al Souls of Light. Die wil ik dus ook bij de hard mode stuffs hebben. Nou, we hebben maar 20 nodig, dus ik denk dat ik de overige 17 gewoon hier eventjes instop. Dat is net zo makkelijk. Ik denk dat ik ze eigenlijk allemaal zo doe. 20 hebben we daarvoor nodig. Deze die mag bij de bosses. Waarom laat ik jullie dit allemaal zien? Omdat ik jullie ook een beetje de progress, wat eigenlijk een beetje zo behind the scenes gebeurt, wil laten zien. Nou, en voordat we dus... Ja, ik heb mijn ijs verder. Of is dat een harpje verder? Nee, dat is gewoon verder. Waar is mijn harp? Ijs? Dank je. Goed. Als we dan hier nou naartoe... Dank je. Als we dan hier nou naartoe gaan, dan kunnen we dus zien dat we de Frozen Wings kunnen halen. En zoals jullie weten, is dat een van mijn favoriete wingset. Dus laten we die maar heel eventjes gaan maken. En weer begint het te regenen wat we nou niet meer nodig hebben. En we hebben de Arcane. Niet echt wat ik zoek. Hier ben ik niet blij mee. Hier ben ik totaal niet blij mee. Reforge! En snel een beetje. Wat heb je voor mij? 17 gold. Boy, dit gaat duur worden. Melee speed. 20 mana weer. 4% extra damage. Ja, dan moet ik wel 4 defense voor opgeven dan. Maar heb ik ergens anders nog? Damage, defense. Lava charm, waarom heb jij niks? Nee, hoeft niet zo goed te zijn als je me iets doet. Niet 1. Op zijn minst 3. Op zijn minst 3. 3% extra damage, vind ik goed genoeg. Eigenlijk zou ik het liefst op defense willen gaan, maar... Decisions. 4 defense dan maar. We moeten het er maar mee doen. Goed, dit gaat heel eventjes dan nog in waar we dan toch zo'n huisje voor gaan maken. Geloof me, dat huisje dat gaat komen. Maar deze die mag dan heel eventjes bij het huisje komen van Awesome Stuffs. Dus ja, we hebben nou geen double jump meer, maar de wings die zorgen er ook voor dat we geen falling damage hebben. Dus... Dan ga ik maar af. Hebben we... Dan moet ik wel eventjes in de dice kijken of we nog een leuke kleur aan die wings kunnen geven. Dus Eevee, wat vind jij? Of Flareon, heb jij misschien ideeën? Vaporeon, Jolteon, hebben jullie misschien ideeën? Ik ga heel eventjes bij de dice kijken. Become the Jolteon, natuurlijk, goud. Hartstikke leuk.
Nou, ik denk dat ik dan niet goud ga, want jij bent echt shiny. Ik wil jou populair houden daarin. Dus ik denk dat ik een beetje voor de gele vleugels ga. Hoe ziet dat eruit? Mag ik dat al even... Nee, dan moet ik hem hierin stoppen. Hoe zien de gele vleugels eruit? Nou, op zich niet verkeerd. I'm an angel met gele vleugels. Ik vind het wel gaaf. Komt jullie het ook gaaf vinden? Ik ga gewoon gewoon de gele vleugels. Oké, nou, deze die mogen daar allebei in. Hard mode stuff. Ja, op zich hebben we die veren niet meer nodig. Dus die veren die kunnen we nou gaan verkopen. Die moeten we los hebben. Want hoeveel hebben we nog over? 31, dus daar moeten we echt voor gaan minen. Die potions die zijn bij Mume te vinden. En och, we zijn helemaal vergeten om te gaan vissen. En ik ben het vissen helemaal vergeten. Denel de Die Trainer has arrived. Oké, Denel. Leuk dat je erbij bent, denk ik. Geen goede timing. Helemaal geen goede timing. Vaporeon, kun je misschien heel even... Dank je. Oeh, zo wil ik ze hebben. Nou ja, dan maar weer een paar souls of fright. Flight, niet fright. Nou ja, maakt niet uit. Even snel, hopelijk. Gaat dit goed komen? Snel de visengel neer. Kom op, laten we snel die vis vangen. Oké, eerste vis die we vangen. Mooi. daar ben ik blij, want dat soort dingen heel erg snel gaan gebeuren. Goed, we gaan heel eventjes snel langs Mime langs. En dan gaan we eens eventjes kijken... wat we daarna gaan doen. Of wat we ervoor krijgen. Laten we dat doen. Laten we gewoon kijken wat we ervoor krijgen. Dat is denk ik het beste. Mime! Hi! De Compass Rose. Dat is ook weer zo'n ding die we op kunnen hangen. En ik weet het, ondertussen is dat bovenste verdiepingje nog steeds niet klaar. Oeps. Misschien niet voor de volgende aflevering. Weet je waar? Deze die mag gewoon dan daar gaan hangen. En voor de rest, terroep. Nou, met dat gedaan te hebben, denk ik dat het dan maar tijd is voor de Wall of Awesome Comments. Dat we weer een commentje gaan trekken uit de volgende aflevering. Welke aflevering zijn we nou eigenlijk op het moment bij... van aflevering 18. Oké, nou, dan hebben we weer aflevering 18. Ik ga wel eventjes een bordje pakken en dan gaan we kijken welke comment is gekozen op aflevering 18. Ik zie jullie in een seconde. En de comment van de dag die is gekomen van aflevering 18 voor... Muse Plushy Gang 2. En die had geschreven 1.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3. Nee, ik ben de tel kwijt. Vraagteken. Ja. Omdat het was inderdaad een running gag dat ik heel vaak 1.3.3.3 zei. Sorry daarvoor. Maar in ieder geval, Mew, Plushies Gang, leuk dat je hebt gereageerd. Welkom op de Wall of Awesome Comments. Nou ja, eigenlijk het huisje van de Awesome Comments. Ik blijf het de hele tijd Wall noemen. Ik weet... Stille hint. Maar, hi Nimbus, ik wou eigenlijk mijn outro doen. Ik denk jullie allemaal voor het kijken. Heb je een leukste momentje? Laat het natuurlijk weten. Als je daar de tijd voor hebt, laat een like natuurlijk achter. Als je daar de tijd voor hebt voor alle amazing stuff die we vandaag te pakken hebben gekregen. Laten we zeggen, hashtag... Finally we can fly. Weet ik veel. We maken er gewoon iets geks van. Dus ik dank jullie voor het kijken. Heb ik al gezegd. Like heb ik al gezegd. Dus ja, misschien komt jouw comment ook wel in. Heb ik ook al gezegd. Doei. Fijne dag jongens. Bedankt voor het kijken. Doei!